Voorzitter, allereerst natuurlijk de hartelijke felicitaties van Belang van Nederland, BVNL, aan dit kabinet. We zullen constructief proberen te zijn. Laten we hopen dat de schade niet te groot wordt. En we zullen u uiteraard zeer kritisch volgen. Voorzitter, we zijn getuigen van een staatsgreep nieuwe stijl. Nieuwe stijl omdat deze wordt uitgevoerd door een democratisch gelegitimeerd bestuur. En toch is er niets democratisch aan de plannen. Is er een meerderheid in Nederland voor een EU-leger? BVNL denkt van niet. Is er een meerderheid voor het loskoppelen van het AOW van het minimumloon? BVNL denkt van niet. Is er een meerderheid voor het inzetten van crisiswetgeving voor het klimaat of voor het uitkopen van boeren? Natuurlijk niet. Dit zijn enorme besluiten die in geen enkel verkiezingsprogramma stonden en de Nederlanders kregen dus totaal iets anders dan waarvoor ze gestemd hebben. En vindt de premier niet dat voor dit soort zaken een referendum bij uitstek een probaat middel zou zijn? Voorzitter, als je onvoldoendes haalt, dan blijf je zitten. En dat is precies wat het kabinet heeft gedaan. De mensen die verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden gezinnen werden vermorzeld door de staat, zitten opnieuw in vak K, zonder schaamte. De mensen die besloten om het gasveld in Groningen te sluiten en de Groningers jaren negeerden en niet compenseerden, gaan gewoon door, zonder berouw. En de mensen die aan het hoofd stonden van de chaotische en amateuristische vlucht uit Afghanistan doen alsof er niets is gebeurd, zonder scrupules. En dezelfde mensen die een seizoensvirus hebben laten ontaarden in een ramp voor Nederland door te kiezen voor lockdowns, angst en repressie in plaats van voor gezond verstand en natuurlijke immuniteit, zitten er gewoon weer. Alsof ze niet schuldig zijn aan deze ramp. Integendeel, gewoon even twitteren dat je met popcorn op de bank zit te kijken naar een verlenging van de lockdown, waardoor menig horecaondernemer inmiddels zelfmoord overweegt. Voorzitter, in Nederland was het MKB altijd de motor van de economie, de ruggengraat van de samenleving. Met het kabinet Rutte 4 is dat voorgoed voorbij. Dit kabinet zet in op de staat als waterhoofd van de samenleving en via extra comptabele gigafondsen wordt er in 5 jaar tijd 90 miljard extra geleend en uitgegeven. Kiezersbedrog van een ongekende omvang, want geen enkele coalitiepartij beloofde de kiezers deze enorme schuldenberg die door onze kinderen zal moeten worden terugbetaald. De staatsschuld gaat volgens het CPB naar een hallucinant percentage van 90% van het BBP in 2060. En kan de premier uitleggen wat het betekent als de rente straks stijgt naar 2, 3 of misschien zelfs naar 5%? En wat gaat hij dan zeggen tegen onze kinderen die we met een failliet Nederland achterlaten? En wie gaat dit potverteren betalen? Wordt de overheid de economische motor van Nederland? De overheid is een kostenpost en het geld wordt verdiend in de reële economie door bedrijven waar mensen werken. Maar dit kabinet creëert 100.000 nieuwe banen voor ambtenaren. En het CPB berekende dat de werkgelegenheid in overige sectoren sterk achterblijft. Dus voor een baan moet je voortaan bij de overheid zijn. En de gemeenten worden ook gekort. Het lokale bestuur moet wijken voor het landelijke bestuur. En al deze ontwikkelingen wijzen in één richting. De almachtige staat wordt het waterhoofd van de samenleving. Het is een staatsgreep nieuwe stijl. De machthebbers kiezen hun eigen pad, losgezongen van de beloftes aan hun kiezers. En BVNL is fundamenteel tegen deze groeiende overheidsmacht met gigafondsen en een explosie van het aantal ambtenaren. En kan de minister-president per fonds uitleggen hoe de Kamer zijn controlerende taak kan uitvoeren? Voorzitter, BVNL is voor een zakenkabinet. En dit kabinet lijkt er niet op. Maar het vreemde is, althans ik vind het vreemd, dat D66 nog de meeste bewindspersonen levert die gekwalificeerd zijn voor hun nieuwe positie. Robert Dijkgraaf op onderwijs, Ernst Kuipers op volksgezondheid en Gunay Oesloe op cultuur verdient applaus. Met Henk Stachouwer telt dit kabinet slechts 1 ondernemer. Dat is wat mager. Maar hebben ook onbegrijpelijke wissels plaatsgevonden. De ijzersterke minister van Financiën Wopke Hoekstra naar Buitenlandse Zaken en topdiplomaat Sigrid Kaag naar Financiën. Ja, ik begrijp dat niet. Waarom? Is het nou echt in het belang van Nederland? Maar goed, deze minister van Financiën moet juist geld uitgeven. Dus dat is een stuk makkelijker en dat gaat vast lukken. Behalve dan als het om de koopkracht gaat. Want de koopkracht voor de gepensioneerden gaat achteruit. De AOW volgt de stijging van het minimumloon deels niet. Dus als de uitkering van een alleenstaande, die nu 70% van het wettelijk minimumloon is, wordt ontkoppeld, blijft er iets van 63% over in 2025. Dit kabinet zorgt dus zeer slecht voor onze ouderen en dat is een regelrechte schande. Kan de premier de 2,4 miljard die nodig is om de AOW aan het minimumloon te koppelen niet gewoon overhevelen, bijvoorbeeld uit het stikstoffonds waarvan we net hebben betoogd dat het compleet zinloos is? Voorzitter, een minister van Defensie die de krijgsmacht niet kent, is helaas geen unicum. Maar iemand die het verschil niet weet tussen een sergeant en een majoor is enigszins beledigend.
Laten we hopen dat we de komende paar jaar geen oorlog krijgen. Maar gelukkig zit in dit kabinet ook de gelauwerde Afghanistan-veteraan kapitein Hanke Bruinslot. En dat geeft de burger weer moed, mocht het misgaan in de Oekraïne. De belangrijkste zorg op dit dossier is natuurlijk de dreiging van een Europees leger. En kan de premier garanderen dat het er niet komt? En als hij dat van plan is, dat hij in ieder geval daar een referendum over houdt. Voorzitter, dan nog enkele specifieke punten. De coronamaatregelen hebben enorme schade toegebracht en ons land diep verdeeld. Ondernemers staan aan de rand van de afgrond. De RIVM-modellen falen consequent. Vaccinatie blijkt niet de weg naar het beloofde land. En toch wil het kabinet 2G invoeren en gezonde kinderen gaan vaccineren. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Kan de premier aangeven hoe dit kabinet verdere polarisatie gaat voorkomen? Voorzitter, dan het energiebeleid. Het wanbeleid op het gebied van de energietransitie kent geen grenzen. We hebben miljarden verkwist aan zinloze windmolens, zonneakkers en vervuilende biomassacentrales. Een gewoon huishouden gaat nu honderden euro's per maand meer betalen voor de energierekening. Het Groninger gasveld gaat dicht omdat we te beroerd zijn om de druk in het veld op peil te houden door bijvoorbeeld waterinjectie toe te passen. En het Nederlandse energiebeleid kent alleen maar verliezers. Kan de premier aangeven of hij bereid is te kijken naar oplossingen die technisch wel goed zijn voor het milieu en te stoppen met zaken die aantoonbaar slecht zijn? En praat een keer met een ingenieur. Er zit er één achter u. Mevrouw van Gennep heeft natuurkunde gestudeerd in Delft. Zij kan u vast een bijlesje geven. Voorzitter, we hebben nu een minister van stikstof. En in verband met mijn beperkte spreektijd wil ik deze minister verwijzen naar de columns van Ronald Plasterk en de eerdere interruptie van mijzelf en mevrouw van der Plas. Er is namelijk geen stikstofcrisis, maar gewoon een bestuurscrisis. Voorzitter, tot slot. Er zijn 2 miljoen ondernemers in Nederland en die hebben last van de overheid. Last van onnodige regels en last van oneigenlijke concurrentie door de overheid. Last van de bureaucratie rond arbeidsrecht en ziekteverzuim. Het vestigingsklimaat is ronduit slecht en de rekening voor de exorbitante uitgaven worden grotendeels bij het bedrijfsleven neergelegd. Maar Nederland kan niet zonder ondernemers. Niet zonder mensen die risico nemen, die hard werken, die creatief zijn en dingen maken. En het zou goed zijn als dit kabinet, ook al bestaat het voornamelijk uit mensen die nooit ondernemer zijn geweest, zich dat zou realiseren in het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Haga.